Goedendag, mijn naam is Art. Waar in dit video los een paar vragen komen met de stelling van Pythagoras. Trinkpythagoras betekent rechthoekige driehoek. Met hier een rechte hoek, ja, dan geldt, ja, als dit a, b en c is, dan is c kwadraat, dan is dit de wortel van a kwadraat plus b kwadraat. Of c kwadraat is a kwadraat plus b kwadraat. De stelling van Pythagoras, ja. Nu, c kwadraat is dus a kwadraat plus b kwadraat. Hier een paar stellingen. Voor het eerst een omgevallen boom. Je hebt een boom die omgevallen is tijdens een storm, die is hier afgeknapt op 3 meter boven de grond. Die heeft een lengte van 4 meter tot waar de kraan ligt. De vraag is, hoe hoog is deze boom dan? We zoeken de afstand van de grond tot de boom. Hoe gaan we dat doen? Daarvoor merk je hier, heb je rechthoekige driehoek. Met hier een rechte hoek. Ja, dat betekent, deze zijde is, als dit tekent 3, 4, 3, dan is deze zijde de wortel van 3 kwadraat plus 4 kwadraat. Is dus wortel van 9 plus 16, is dus wortel 25, is dus 5. Dat betekent, dit is 5. Nu, we vragen echter, te hoog was de boom oorspronkelijk. Dat betekent dat in feite die boom gelijk is aan uw 3 meter die er nog staat, plus de 5 meter die vroeger daarboven stond, die boom. Dus 3 plus 5 is dus 8 meter. Dat is een standaard vraagbestelling Pythagoras, de hoogte van een omgevallen boom. Dus het hier een rechte hoek. Dit is de eerste rechthoekzijde, je hebt de tweede rechthoekzijde en je breekt de derde rechthoekzijde. Ander vraagstuk hier, je hebt een doel gegeven. Ja? Doel is 2,5 meter hoog. Ja? Je hebt het doel. Je hebt een strafschopstip op 11 meter. Ja? Wat is de afstand van een strafschopstip tot de doellat? Ja, dan merk je, dan krijg je hier een rechthoekige driehoek. Als je het tekent, is dit de rechthoekige driehoek. Ja, als je tekent, heb je hier de lengte 11 meter. Dit is 11 meter van de strafschopstip tot de doellijn. Dan de doel is 2,5 meter hoog. Wat is de afstand die bal aflegt? Deze afstand, welke is die afstand? Die afstand is dan, volgens de stelling Pythagoras, de wortel van 11 kwadraat. Plus 2,5 kwadraat. De uitrekening is wortel 121 plus 6,25 is 11,25 meter. Dat betekent dat de bal 11,27 meter zal afleggen. Dat is een voorbeeld van een vraagstuk van de stelling Pythagoras. Nu, wat zal er gebeuren als je tegen de lat zal projecteren, deze lengte hier? Ja? Dan weet je, het doel is 8 meter breed. Ja? Dan krijg je nu deze configuratie hier. Ja? Je hebt hier 11 meter. Het doel is 8 meter breed. Dat is de helft van de afstand, is dus 4 meter. Ja? Dan deze afstand hier is dus wortel van 11 kwadraat plus 4 kwadraat. Ja, dat betekent dus wortel van 121 plus 16 is wortel 137, is ongeveer iets minder dan 11,8 meter. Ja, 11,7 meter. Dat betekent dat deze afstand korter is, dit is 11,25, terwijl deze afstand zal zijn 11,70 meter. Dat betekent langere afstand tot de doelpaal dan tot het doellat. Ja. Dat zijn de vraagstukken op de stelling van Pythagoras met een rechthoekige driehoek. A kwadraat, C kwadraat is A kwadraat plus B kwadraat. Oké? Okay. Dankjewel, tot de volgende keer. Bye bye.